Ja, dat is dan flink aanpoten. Letterlijk? Ja, letterlijk, ja. Prei, pompoenen, uien, tomaten, courgettes, nog meer prei. En paprika's, chilipepertjes groeien, meloenen nog te groeien. Het moestuinseizoen is begonnen. Ja. En wat doet dat met je? Daar maakt mijn hart een sprongetje van. Ja, ja dat, het fantastische dat alles opkomt. Het geeft ook hoop op een of andere manier. Dat je weet, er zit weer wat aan te komen. Ja, buiken kunnen gevuld gaan worden. En dat is dus flink aanpoten. Bij Huis Zevenaar zitten de vrijwilligers met de handen in de aarde. Want het zonnetje is weer gaan schijnen. Maar dat is niet waar Saskia blij van wordt. Ik word heel blij van regen, eerlijk gezegd. Dat had ik vroeger niet, dat ging regen. Maar nu denk ik, ja, top. Want dat scheelt weer een ronde bewateren bijvoorbeeld. Je weet, dat doet de planten gewoon goed. Dus die afwisseling is heel belangrijk. Ja. De groentes worden verkocht in het kraampje naast de moestuin. En daardoor valt de appel niet ver van de boom. Wij hebben hier de plantjes, zetten we hier in de grond. De zaden doen we hier in de grond. En het komt hier letterlijk, nou, wat is het? 20 meter verderop in de kraam terecht. De mensen kunnen het halen. Het hoeft niet in een vrachtwagen. Het hoeft niet per schip uit Kenia boontjes. Nee, dat komt gewoon hier uit de tuin. Dus qua impact op het milieu, denk ik dat het heel belangrijk is. Dat het lokale eten, omdat ja, die impact zo laag mogelijk te houden. Vergeleken met de supermarkt, is het dan ook goedkoper om hier groente te halen? Nou, met de supermarkt direct kunnen we niet concurreren. De supermarkten hebben natuurlijk allerlei afspraken en die kunnen op grote schaal dingen doen. Dus het is niet per se goedkoper dan de supermarkt. Maar ja, wat je ervoor terugkrijgt is veel meer smaak. Een product dat lokaal, werkelijk zonder enig gif gemaakt wordt. Wat de natuur ten goede komt, wat de mens ten goede komt. Als je biologische van de Albert Heijn neemt en andere winkels, daar kunnen ze nooit garanderen dat het 100% biologisch is. Ik kan zeggen dat in deze grond hier de laatste 50 jaar niets is opgegooid dan enkel maar de koeienmest van onze koeien. Dat is biologisch. Je moet wel een goede portemonnee hebben om dat te kunnen kopen. Dus ik snap heel goed dat heel veel mensen het niet kunnen. Nee. Het is duurder, ja. En kijk, hier in deze tuin wordt helemaal niets gebruikt en is ook jaren niets gebruikt. Dus de bodem is ook fantastisch. Ik weet niet, ik vind het gewoon wonderlijk dat je een zaadje in de grond stopt en dat het eruit komt. Ja. Ben je er dan ook trots op als je dit zo uit de grond ziet komen? Vreselijk trots, ja. Ja, ik word hier heel blij van.